Want jullie kijken naar het werkelijke tekenwerk aan de ene kant. En daar het werk zoals het geprojecteerd wordt. En dat projecteren, dat is zoals Janneke al zei, begonnen toen ik het verhaal zou gaan vertellen over tekenen. Omdat mij aanvankelijk niet eens helemaal duidelijk was, ik ben architect, maar toch. Het was mij niet helemaal duidelijk, wat is nou precies tekenen? En ik vond het leuk om in de serie tentoonstellingen die we in West maken, het onderscheid te hebben in thema tussen schilderen, tekenen, grafisch werk enzovoort. Nou, dan is het natuurlijk zo dat er zijn schilders die ook tekenen. Misschien zijn die hier ook. Er zijn ook tekenaars die nooit schilderen, bijvoorbeeld, die heb je ook. En je hebt ook mensen die illustraties maken en grafisch werk, maar die worden door tekenaars weer gezien als toch een heel andere categorie. En mij ging het erom om te proberen door de eeuwen heen de voorbeelden te tonen die een tekenaar pur sang laat zien. Nou gaat dat pur sang natuurlijk nooit op. Altijd zijn er weer de afwijkingen. Iemand heeft weliswaar getekend, maar heeft ook een kleur in de waterverf iets aan toegevoegd of wat dan ook. Altijd is het. Dus dan gaat het om, hoe definieer je dat tekenen? Wat is nou precies wat het in elk geval is? Nou, daar kan je niet omheen, want het is toch zo, uiteindelijk, naar mijn mening, en ik denk dat jullie het wel mee eens zijn, daar kan trouwens de lengte van het hele verhaal mee beïnvloed worden als er reacties komen en jullie zeggen, ho, zijn we het helemaal niet mee eens. Maar in elk geval, wat mij betreft, is tekenen dat waarmee je een lijn trekt. Dat is eigenlijk het maken van een teken of het tekenen. En als er vlakken ontstaan, dan ontstaan die met behulp van datzelfde lijntrekker. Dan worden vlakken gevuld, als het ware, door de lijntrekker mee te laten gaan naar het vlak. En dat lijntrekken kan je natuurlijk met tal van materialen, maar dat maakt dan eigenlijk helemaal niks meer uit. Of je nou eenmaal met krijt of met potlood, grafiet of al die dingen die daar verband zijn, dat doet, maakt niet uit. Zelfs met een gum. En gek genoeg, dat hadden we daar in die tentoonstelling, iemand die met een mes tekende. Dus een materiaal wat er was, met een mes beweerd. En dan krijg je ook een teken. Dan is het natuurlijk zo, ja, in de grafiek wordt er veel met de droge naald bijvoorbeeld getekend. En is dat dan ook een teken? Dan zeg je, natuurlijk is dat een tekening, maar daar is het bijzondere van, dat het de reproductie nog eens een keer met zich meeneemt. En eigenlijk wat mij betreft, zoals we dat toen in de expositie in West hebben onderscheiden, gaat het hier om unica. Dus daar waar je de lijn trekt, die dan ook daar op het papier of welk andere ondergrond ook het origineel is en zo blijft. En alleen maar te reproduceren met bijvoorbeeld fotografie, vandaar dat jullie het hier kunnen zien, maar zo ging dat helemaal niet, of je moet er naartoe. Dus het aardige van de tekening is, je moet er naartoe om het te kijken en dan zie je het. De andere. Wat vervolgens met tekenen gebeurt, is dat het verspreid raakt. He, niet voor niks, een heleboel de kunst, alles wat te maken heeft met multiples en met vermenigvuldigen, is allemaal dat. Nou, bij dat tekenen is dan weer de vraag, als je het zo bekijkt, dan zeg je ja, en hoe begon dat? En zo. Nou, dat is niet zo moeilijk, dat weten we allemaal. Het begint namelijk hier, althans, wat wij weten. We weten niet zo goed hoe het daarvoor was. Maar we kennen deze sinds overigens niet zo lang geleden, dat Inchevet gevonden is, God, die nog weer ouder dan Lascaux, laat zien hoe de eerste mensen dat deden. En het is indrukwekkend als je bedenkt met welke stappen in de tijd doorgaan, want we beginnen hier 27.000 jaar geleden en we eindigen bij het jaar 2000. Nou, dat wil zeggen, ik ga namelijk niet naar de levende tekenaars, want die staan hier allemaal, dus ga even kijken waar het werkelijk is. Ik ga naar al die voor ons bezig zijn geweest. Het begint dus 27.000 jaar geleden. Dan gaan we meteen, het is een grappige stap naar Lascaux, en dat is dan 17.000 jaar geleden. Dus moet je nagaan, er zit 10.000 jaar tussen. Terwijl wat wij aan het eind in de serie gaan zien, dan zit er 10 jaar tussen, of misschien nog wel minder. Overigens is het opmerkelijk dat onderwerpen van grote belang zijn, en zelfs van betekenis, in wat je hier eigenlijk ziet. Want wat ze hier uitdrukken is hun dagelijks bestaan. Dat waar ze namelijk van leven of meeleven. Dat is letterlijk wat er hier te zien is. En zoals je ziet, het gaat steeds verder dat bij alle onderwerpen het tijdsbeeld een belangrijke rol speelt. Dus in welke tijd is het, wat gebeurt daar. En dat de materialen er ook weer mee te maken hebben. En daarmee dat totaal ontstaat. Als je straks hier gaat rondkijken, zul je ongetwijfeld denken, is het van deze tijd?
Of is het eigenlijk iets wat een techniek is die al eerder is begonnen? Past het in deze tijd? Of dingen spelen door je hoofd als je langs een tekening of welk ander kunstwerk loopt? Kijk, zo ontstaat er bij deze grafronde van Khnum Hotep in Egypte een heel andere manier en een verfijning die een belofte inhoudt voor het hiernamaals. Dat is eigenlijk wat je hieruit leest. Dat de huidige mooie wereld waarin zij verkeerden, dat die voor deze twee heren in het hiernamaals ook weer weerspreekt. Het is dan een grafronde voor twee mannen, deze twee. Dat is ook iets bijzonders uit de gasten om erbij te vertellen. Dan komt dus de mens in beeld. Dat is in die godtekeningen namelijk nog nauwelijks aan de orde. Pas in deze tijd, in de Egyptische tijd, dat zit nog iets van 2400 voor Christus, dan begint dat ook de menselijke afbeelding naar voren te halen. En wat je hier ziet, dat is toevallig ontdekte ik vandaag toen ik nog eens terugkeek, dat is een graftombe voor deze tweeling. Die beide getrouwd, maar toch in innige liefde op alle wanden en grafmonumenten en zo die daarin zijn worden afgebeeld. Zo gaat het verder, maar dat materiaal waar we het eerder niet over hadden, dat is namelijk die grot is gewoon puur de wand. Wat je aantreft en daar teken je. In feite, zoals je op het strand, als je iemand iets wil uitleggen, ook in het strand even een tekening maakt of op een andere manier met een houtje even uitlegt waar je het over wil hebben. Maar dat wat op die fresco's in de graftombe wordt gezet, komt hier op het papier. Dus daarmee komt het op een velletje. En dat is ook voor het eerst, hè, dat je gaat zien dat het een ding is wat je kan meenemen. Wat je iemand anders elders kan laten zien. Dus je moet het wel daarbij zijn, maar je kan het meenemen. Dan ben je zo'n 1700 voor Christus. En je gaat steeds meer merken dat daar verfijning en een manier van tekenen in komt die voor ons begrip zelfs met abstracte gaat. Zo mag je dat denk ik in die tijd ook bijna al zeggen. Omdat de oorspronkelijke dieren in die grotten, die hebben een soort woestheid. Hè, dat is toch het buitenleven in heel uitdrukkelijke vormtaal weergegeven. Terwijl hier komt er een verbeelding die wijst naar dat er buiten je eigen voorstelling ook nog eens een keer is. Het gaat naar een plaatje van wat er later komt. Bij de Grieken, dat is eigenlijk wel heel opmerkelijk, daar heb ik niets kunnen vinden van wat tekening is op papier. Of op een andere losse plaatje of zo. Dat is allemaal op die gebruiksvoorwerpen. Of wat het heel vaak is, zijn dan bittervaten, of het zijn schalen, of het zijn andere dingen. Maar toch heb ik het er even bij gedaan, want je schiet door de tijd heen, we zijn nu 500 voor Christus. En dan zie je dat daar, ook al kan je zeggen, ja, is dat nou wel tekenen? Ik heb het wel zo opgevat, omdat het heel vaak decoratieve elementen heeft die te maken hebben met een lijnvoering van de hand en in die zin tekenen zijn. Dit is een zogenaamde kelkkrater. Een fragment ervan, en daar zie je ook weer opgetekend een, dat heet eigenlijk een Cerberus, de bewaker van de onderwereld, want bij die kelkkrater wordt meegegeven in het graf, hè, dat is eigenlijk heel belangrijk, is dat element van de overgang naar het hiernamaals, hoe het ook gaat. Maar hier kom je dus in helder verdoeministen voor hun terecht. Dat is waar ze voor waar Sharon heette, 300 voor Christus. Deze vriendelijke fresco met zijn prachtige engelentooi zelfs, als dat daarbij komt, laat zien dat de mens zich ontwikkelt en de verfijning ook nog weer esoterischer wordt, zou ik bijna zeggen, maar daar gaat het naar de fresco en we zitten hier in 100 voor Christus. Dan hebben de geboorte van Christus, dan verandert eigenlijk ook wel weer alles, want voor de afbeeldingen heeft dat grote betekenis, nog niet helemaal. Er is bijvoorbeeld Pompeii, waar de beeldcultuur van de Romeinen op een soort hoogtepunt komt, daar is lust en leven in die stad, die wordt vernietigd. Maar je kan in de manier waarop ze het weergeven, kan je ook goed zien dat dat met groot plezier allemaal gebeurt. Dit is een optocht met een feestje. Maar tegelijkertijd is er, net zoals zelfs in de catacombe, is er dat wat het christelijke introduceert in beeldgebruik. En het opvallende is dat zul je nu zien dat vrij lang
duurt het voordat die exuberante levensstijl die bij Grieken en Romeinen langzaam heeft geleid tot dat hoogtepunt, wat dus na de Romeinen helemaal instort, dat dan een heel andere beeldcultuur komt waarin dat serieuze van het gebod en van de godsdienst eigenlijk een basis vormt. Dat leidt tot bij Keltische uitingen een meer studieuze invulling van het gebruik van het overdragen van de gedachten. Dus dit is wel in een boekvorm, hè, zo gaat dat dan verder, dat het steeds meer wordt gebruikt als een illustratie voor een onderling uit te leggen geloof of dan heb ik dit plaatje, dan zijn we inmiddels 975, dus dat schiet al op. En al die tijd is er niet zoveel interessants gebeurd, dat is heel merkwaardig. Maar in 975 is dit plaatje wat wij hier in Nederland in de Koninklijke Bibliotheek hebben. En dat toont daar Adel Bertus en Hilde Gonder van Egmond. En zij kregen dit gedenkboek, waar dit een plaatje uit is, als cadeautje. En in dat zien we, je ziet het gedenkboek daar in het midden. En daarachter is het gebouw, dat is hun hof in Egmond. En het is de eerste keer in Nederland althans, dat een gebouw en mens als Nederlander, Nederlands gebouw is verbinden. Ze hebben 975. Al snel internationaal gezien gaat het dan heel anders, want de Renaissance gebied meteen de opkomst van alle technieken. En dat komt ook, de mens gaat zich op een duidelijk brede manier oriënteren en maakt van alles wat de geschiedenis heeft gebruikt en gaat dan ook alle middelen die er zijn om goed uit te drukken nog weer verder ontwikkelen. En dit is een spannende, omdat daarin natuurlijk een perspectief en dat wat een toekomst is van iets wat je gaat maken. Dus het is eigenlijk een plan. Ook nog eens een plan. Mij als architect interesseert het. Maar het is natuurlijk leuk om te bedenken dat tekeningen heel vaak dus dat waren wat een weergave is van de realiteit. Maar nu ontstaat dat van het weergeven van het ideaal waar je naartoe gaat. Niet alleen die godsdienstige kant is daar natuurlijk, maar ook dat wat je gaat bouwen of wat je wil kan bereiken. Nou, dit is een kort voorbeeld van hoe dat kan gebeuren. Daar tegenover staat van Fabernier een illustratie die eigenlijk alles weer toont van dat, je zou kunnen zeggen, middeleeuwse en op het gedachtegoed geïnspireerd. Nou, dat gebeurt ook ontzettend veel in dezelfde tijd, dicht naast elkaar. En nu wordt het steeds leuker om te gaan kijken naar de technieken, want je bent dan af van de fresco's en de pure tekenstijl. En er komt steeds meer komt er een toonaard in en er komt met andere materialen werken, het wordt steeds verfijner. Mensen hebben dat in huis, die willen het graag tonen aan de gasten, zijn er blij mee, laten het maken enzovoort. En dan wordt het ook leuk om de ontwikkeling in het verbeelden, om dat heel precies te gaan benoemen. Nou, dit is Botticelli, ik denk dat iedereen het meteen wel kennen. Maar het wordt vanaf nu denk ik eigenlijk veel leuker als jullie in de groep oh ja, maar dat is die bijvoorbeeld, als jullie het al allemaal weten. Want ik moet zeggen, voor mezelf maak ik dat lijstje, omdat op een gegeven moment weet je niet meer wie is het nou weer. Dus ik noem Botticelli of was het eigenlijk nachts, hè? Wie was het nou? Nou, bij Botticelli en daarna mogen jullie meedoen. Waar zijn we? We zijn bij Bramante. En Bramante heeft daar weer een weergave van het gebouw. Dus nog anders weer dan die interieurtekening van Brunelleschi gaat het over het perspectief maken van dat wat gaat komen. Het vastleggen op papier van wat er nu zijn. Nou, dit is niet zo moeilijk. Dan gaat het nog weer verder en dan zit het een stap die wij tegenwoordig heel normaal vinden, maar toen eigenlijk een manier was om je uit te drukken van een ongekende vooruitgang in de mensenleven. En het grappige is dat je het kan zien aan de techniek dat het ook studieus is. Dus er wordt schetsen naast elkaar gemaakt, dat zag je eigenlijk net bij Botticelli ook, om te oefenen en te proberen
voor te stellen hoe dat dan zou moeten gaan. Dus het is niet alleen een resultaatmaat of een vast beeld van bijvoorbeeld iets dat je met iemand mee wil geven na het overlijden van het hiernamaals. Dat moet perfect zijn, dat moet af zijn, maar hier is het studieus. Letterlijk. Ja, helemaal. Wie is dat? Ja? Raphaël. Maar het kan ook zo. Dus tegenover dat studieus en wat in de Renaissance natuurlijk heel sterk is, komt er dan op een gegeven moment komt er de inslag naar het perfectere. En ik vond het leuk om deze erbij te voegen, omdat het zowel een teken is als dat er de kleuren in worden toegevoegd. Dus wat natuurlijk bij eerder steeds toegevoegd. Bij deze ook al gebeurd, wit wordt daar die extra waarde in de tekening toegekend aan dat transparant van die stof. En hier zie je dat dat met die doorschijnendheid in zo'n bos, de lichtval, precies hetzelfde wordt gedaan. Nog iets makkelijker voor ons? Dus dat zeg ik helemaal niet. Maar dan wordt het moeilijk. Die was de vorige. Die dat was. Nog één keer raaien dan. Rembrandt. Dat is, vindt altijd moeilijk om uit te spreken, maar het is Claude Lorrain. Het is gek, want ik heb altijd gedacht dat dat veel later is. Maar dat is dus, als je zo kijkt, in 1645. Grappig wordt nu wat ik al zei, dat je al die technieken door elkaar gaat zien. Omdat vanaf deze renaissance, dat letterlijk zegt dat het weer opnieuw allemaal mogelijk is, dan moet er eigenlijk op neer, dat alle kunstenaars vanaf nu met verschillende technieken aan de slag gaan, die, of het nou registrerend is, zoals deze, dat is een heel sterk registrerend werk van haar, met zo'n vrouw. Precies. Ja. En zij heeft al die natuurlijke vormen en beelden heeft zij vast willen leggen. Dus dat is een precisie. Dat is eigenlijk fotografisch werktuig, zou je kunnen zeggen. Dat is bij Rembrandt niet, vind ik tenminste. Natuurlijk is dat ook het vastleggen van iets wat er in het beeld moet getoond worden. Maar dat heeft veel minder die letterlijkheid. Dat gaat juist op een handschrift. Nou, nog eentje van de grote klas. Ja? Zo'n grijs. Tjeperop. En daar tegenover met een intechniek ook staat onder. Kunnen jullie deze? Nee, ja. Wie is dat? Piranesi. En nou ben je eigenlijk helemaal los van de werkelijkheid in zelfs renaissance of wat al die renaissance kunstenaars maken gebruik van al vertoonde kunsten, bij wijze van spreken, ze houden het op. En nu komt er fantasie, dat is bij de volgende nog meer. Want ook in de architectuur raakt het kant nog wel, om zo maar te zeggen. Dit is megalomaan. Je zou bijna denken dat het voor de dictators ermee aan de slag gaan. Maar in die tijd was het het ideaalbeeld. En Louis Etienne Boulay, verzon dit soort leuke dingen. Als bevestiging overigens van de wetenschap op dat moment. Er was een grote drang van het kunnen begrijpen van het universum en alles wat er in de wetenschap zich ontwikkelde om dat te eren. En dit is ook de ere van zo'n... Dan krijg je een moeilijke, vind ik zelf, heel moeilijk. Maar de techniek is zo leuk met al die toevoegingen in kleurstelling en waardoor de fantasie nog verder op zou lopen. Wanneer bleek? Heel goed. Ja. Onmiskenbaar. Hij zo sterk is in het weergeven van
menselijke daden. Goya. Ja. En dat kan je hier niet helemaal zien, de vrouw kan je wel hebben, maar hij kon met zo tekenen dat een oog één puntje was en tegelijkertijd was het precies helemaal dat oog. En het grappige is dat in deze vlek, om het zo maar te zeggen, het heel goed ontvond wat er aan de hand is. Anderen gebruiken daarvoor een heel omstandig uitvoerig precisie van tekenen, wat helemaal niet nodig is. En je kan het vaak met een enkele schets kan je doen, dat was hij natuurlijk ineens. Deze kennen jullie niet, maar het is wel grappig, vind ik. Het is mijn eigen bed overgrootvader. Ja. En hij was niet tegen. Hè? Nee. Ik heet Van der Brugge en zo heet hij ook. Een hele collectie in verschillende musea, maar hij tekende dieren en werkte heel vaak samen. Dan stoffeerde hij de landschappen met die beesten. Zo gebeurde dat in die tijd, dat er dingen werden gecombineerd door de steden. Dan hebben we weer de techniek, hè, met de instrumenten. Die maakt dat het een sfeertekening eigenlijk wordt. Hè. Dat is ook een mooi woord, want dat toont weer precies het andere ervan. Dat je met vlekken en met werken, wat soms ook met voltages gebeurt, of met alleen maar inkt wassen of zo, dat er een suggestie wordt. Toulouse moet er weg? Nee. Ja. Sura. Oh ja, Sura. Heet hij van voren? Heet George. George. Nee. Bijna. Bijna goed zou ik aan zeggen. Ook niet is er. Ook niet is er. Dit. Dit. Ja. Kijk, een chroniqueur zou je bijna kunnen zeggen van de omgeving. Hè? Dat zijn impressies, of hoe noem je dat? Het snel weergeven van wat je in je omgeving tegenkomt. Dat is eigenlijk, vind ik, een van onze toffers. Ja. Hier. Ja, hebben jullie hem? Ja, Het is niet zo heel bekend, maar wel waard om te weten. Boek. Wie? Boek. Het is geen vrouw. Boek. Het is ook geen Nederland. Beuk. Ook dat je de buurt in komt. Nolde. Volgens mij is Nolde is wel de. Nolde is een schermata volgens mij. Ja, hier. Ja, ja, is heel goed. Ja. Kijk, wat er leuk is, dan kom je in een tijd van verfijning natuurlijk na de eeuwwisselingen. We zijn nu van 1890, zijn we via 1900 terechtgekomen in het begin van die eeuw waarin al die bewegingen op gaan spelen. Wat voor voorkeuren je in het leven hebt en hoe je daarmee omgaat, wat je uitdoet. Er komt ook kritiek op een gegeven moment. Hè. Je krijgt ook nog dat je gaat zien dat iemand in de tekening iets gaat belachelijk maken. Je krijgt de kunst om het tot een cartoon te verheffen. Die kant kan ook opgaan. Maar hier is het nog, je zou bijna kunnen zeggen, bourgeois. Klinkt. Ja. Natuurlijk is het zo dat je mensen hebt die weliswaar niet misschien tekenaar genoemd hoeven te worden, want dat is een schilder. Maar het mooie is dat het gebruiken van materiaal omslaat. In die tijd ontstaat het voor het eerst uit dat je met knipsels en met andere beeldmiddelen een nieuwe impressie maakt. En Mark is daarin de grote meester, dus dat wordt wel genoemd. Dus ik had hem erbij in dat verhaal, omdat je tekenen zo snel geneigd bent om te zien als alleen een potloodstreek. Terwijl het maken van tekens ook met andere middelen part. Oh, nee. Dan kom je op het Jericho en dan wordt het zelfs surrealistisch. Dus zoals ik net al zei, dat verhaal stijgt van realisme naar heel andere
denkwijze. Oh. En de progressies. Dus, ik weet niet of dit nou impressionisme heet, maar Renoir maakt wel gebruik van die techniek waarbij de toets het even doet in het hele vlak. Ja, dit is zo eentje die laat zien hoe de maatschappelijke situatie is, ook in zijn gruwelen. Dan heb ik niet eens de naaste beelden van het post, want dat kan heel veel gruwelijker zijn. Maar dan is er een, tegelijkertijd een futurisme gaande. Dus naast die, dat is natuurlijk dat in tabellen waarin al die bewegingen naast elkaar, zowel het bourgeois als het, heel kritische, als het meegaande, als het daaraan willen ontsnappen, dat gebeurt allemaal tegelijkertijd. En er zijn een paar vertegenwoordigers, waarbij Lisitsky wat mij betreft dat futurisme heel mooi even verbeeld. En dan heb je die mensen die er maar buiten vallen. Lisitsky. Hij is eigenlijk een graficus, zou je bijna kunnen zeggen, eerder dan een tekenaar. Maar omdat hij zoveel tekeningen maakt, heb ik hem erin gestopt om dat uit te leggen van die overgang waarin dat futurisme zo is. Want dat zijn vormgegeven beelden. Daar wordt het niet meer, die tekenen geen landschapjes, bewijs. Die gaan naar, als het ware, de verbeelding van het in een heel ander universum terecht te komen. Oh, wat hadden we nou net? Dit is erg leuk, want hier heb je eerst met passage heb je Max Ernst. En dan direct daarna. Dat hoef ik niet te zeggen. Maar het is wel leuk, omdat daarin zo ongelooflijk veel samenkomt. En Picasso zou je natuurlijk nooit als tekenaar willen benoemen, maar ik heb een tijdje getwijfeld of het de een of andere zou moeten zijn. Maar je kan er niet omheen. Dat is zo'n beetje wat hier te zien is. Je kan er niet omheen. En dan komt dat wat leidt naar ons huidige beeldtak. En dat ontstaat in die tijd. En dat zijn die pictogrammen. Dus het maken van tekens in plaats van het weergeven van hoe de mens is, hè, een poppetje maken. Dus dat komt dan allemaal. Oh, hebben jullie door wie het was? Nee. Ja. Wat is Escher? Hij is een fantaste. De precisie is ongelooflijk. En ik denk dat hij echt, dat wordt wel vaak gezegd, ondergewaardeerd is natuurlijk in zijn artistieke kant, maar de manier waarop hij die tekeningen maakte was dan ben je eigenlijk in het naoorlogse, want we hebben de oorlog even overgeslagen nu. Er zijn natuurlijk heel veel tekeningen gemaakt. Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen dat het, verbazing dat mensen in staat zijn om te kunnen tekenen wat er in een oorlog gebeurt. Hè. Er zijn ook landen die journalisten en tekenaars hebben die in zo'n oorlogsgebied dat gaan vastleggen. Dus dan heb ik niet over gevangenen die dat doen, maar ook mensen die daar echt mee bezig zijn. Dat onderwerp heb ik een beetje buiten gelaten, dat is heel verdrietig. Maar wat je wel ziet natuurlijk is vanaf Roos dat die angst die zit erin. En dan slaan we over en komen nu in het moderne, wat met Klee eigenlijk zijn eerste opstap was. En daar zie je de gevolgen voor de hele groep wat de Turk-Amerikaanse inslag heeft met Tombi. En dan gaan we nog verder, namelijk naar het weergeven van dingen die niet alleen nog maar fantasie zijn, maar die ook een werkelijkheid van woorden zijn. Nog groter van kunst. Maar daar zit zoveel concept in, dat daar heeft het niet meer te maken, het is voor zich ook met alleen maar de tekenmanier, maar het heeft te maken met dat hele plan. Het is iets
overstijgt alles. Dat is heel anders bij Schoonhoven. Nul. Dus ik heb wat we zullen bij ons gezegd. Nul en één. Dus het begin van het digitaliseren zou je bijna. Dit is er om te laten zien dat tekenen niet altijd een kleine ding is. Was bij gisteren ook al. In onze tijd wordt heel vaak heel groot getekend. Je ziet vanavond dat je moet klein weer. Maar dat is een groot weer. En dat hele grote is hier omdat het ook een letterlijk teken is. Het heeft niet te maken met productie of zo. Het is gewoon echt een staat. Laat dat tekenen. Wie was dat? Solowit. En dan de een van onze reedse kunstenaars of schrijver is. Dichter. Geweldig, hè? Daar toont het emoties in zien. Dat vind je die hek terug in die tekenerij voor. Dit is nou wat een hand zit. En als ik eindig met het laatste beeld, dan is dat ook een handschrift. En dat is van niet zo bekend, iemand is mijn leermeester. Die begon op de Academie in Rotterdam, Arie Hagoort. En hij voltooide de academie, maar is daarna architect geworden. En ik kwam met hem. Vrienden voeten heel aardig. Hij komt fantastisch uitdrukken. Dat is eigenlijk waar het over gaat in dit geval. En ik denk dat dat eigenlijk is wat het tekenen in primaire zin als doel heeft. Dat wat je in je voelt, dat je dat uitdrukt. Dat is eigenlijk letterlijk wat er aan de hand is. En nu zijn we ergens, dat is dit 88. We zijn bij de eeuwwisseling. En daarna is er heel veel gekomen aan het team. Nou.